Hallo, ik ben Willem Perquin, de biologieleraar. En ik ga in deze video uitleggen over het oog. En ik ga het uitleggen zoals ik dat ook uitleg aan 4 HAVO en 4 VWO. Als we naar het plaatje van het oog kijken, dan kijken we van boven naar beneden. En dan zien we hier de wenkbrauw als eerste. De wenkbrauw heeft als functie het oog te beschermen tegen regenwater of zweet. Het zorgt ervoor dat het niet in het oog loopt, maar van aan de zijkant de weg loopt. De wenkbrauw steekt ook ietsje uit. Dus mocht je nog een keer tegen een boom aanlopen, dan wordt het eerst die wenkbrauw geraakt en zal je oog beschermd zijn. Het tweede wat hier aangegeven staat is het ooglid. Het ooglid zorgt ervoor dat ook het oog beschermd wordt. Het ooglid kan namelijk dicht gaan. En daarnaast zorgt hij ervoor dat het oog vochtig blijft. De volgende is de wimpers. Wimpers zijn kleine haartjes op het ooglid, zeer gevoelig en die zorgen ervoor dat mocht er een vliegje inkomen, het ooglid razendsnel sluit en je oog beschermd is. En ook onder je oog zit een ooglid met haartjes. Dan verstopt, niet te zien als je naar iemand kijkt, maar ze zitten er wel degelijk. Hier onder de huid zit hier de traanklier. De traanklier zorgt ervoor dat het oog vochtig blijft. Het ooglid verdeelt het vocht, maar hier zit de klier die ervoor zorgt dat het vocht aangemaakt wordt. En vervolgens wordt het hele oog vochtig en gaat het door deze buisjes, als je goed in de spiegel kijkt kun je ze zien, gaat door deze buisjes het vocht weer weg en komt uiteindelijk in je neus terecht. De traanbuis noemen we dit. Het kan verstopt raken. Dan krijg je dus een traan in het oog. Of als je traanklier heel veel vocht maakt, bijvoorbeeld als je aan het huilen bent, kan het zijn dat die traanbuis niet genoeg af kan voeren. En dan stroomt je oog over. Ook dit is de reden natuurlijk dat als je aan het huilen bent, dat je ook begint te snotteren. Want ja, dit loopt ook allemaal vol. En als we dan in het oog kijken, dan zien we het gekleurde gedeelte. Dat noemen we de iris. Dat is bij de meeste mensen blauw of bruin, sommige mensen groen of grijs, maar in ieder geval gekleurd. En hier binnenin zit een zwart rondje, dat noemen we de pupil. De pupil is eigenlijk niet echt iets, je kunt het niet echt aanwijzen. Als we het oog doorsnijden, dan zien we ook hier het pupil zitten. En dat gedeelte, ja, het is niet echt aangewezen, het is dit gebied wat we de pupil noemen. Als we het oog gaan bekijken van buiten naar binnen, dus we gaan zoals het licht in het oog valt, die weg vervolgen, komen we als eerste bij het horenvlies. Dat is de eerste laag. Hier zit een oogkamer, is gevuld met vocht. Dan komt natuurlijk die pupil tegen, wat dus niet echt iets is. Dan zien we hier de iris, dat is dat gekleurde gedeelte. Dit kan zo groot zijn, maar het kan ook dicht gaan, zodat het gaatje, de pupil, dus kleiner wordt. Of het kan groter worden. Vervolgens komen we bij de ooglens aan. Dan zitten we in het glasachtige lichaam, dat is dit gedeelte. Zeer helder. Als je dit in een glaasje water stopt, dan is het onzichtbaar. En vervolgens komen we hier achteraan bij de zenuwen, zenuwbanen. En dan het netvlies. Daar liggen de cellen in die lichtgevoelig zijn. En achter het netvlies liggen bloedvaten. En achter dat bloedvaten zit het harde oogrok. En dat loopt helemaal door naar voren. En dat zien we ook zitten, dat is namelijk je oogwit. En dan zien we hier de oogzenuw, zien we het oog verlaten. En als je denkt dat wij een perfect oog hebben, oh, laten we even teruggaan. Hier zien we dus de oog. De zenuw het oog verlaten. En dat betekent dat op dit gedeelte, daar zit het netvlies niet. Daar zitten geen lichtgevoelige cellen. Dus dit gedeelte, daarmee kunnen we niet zien. Dus het licht wat hier in het oog valt en hier opvalt, dat zien we niet. En daarom noemen we dit ook de blinde vlek. En dat is ook eigenlijk gelijk de reden dat het oog een klein constructiefoutje heeft. Het oog is zeker niet perfect. Want ja, met dit stukje kunnen we niets zien. En dan zou je misschien denken van ja, dat kan waarschijnlijk niet anders. Ja, dat kan wel anders. Want als ik hier het netvlies of het oog heb van de mens, dan hebben we hier dus een blinde vlek. En hieronder hebben we een lens van een inktvis. Hoewel dat wel
wat minder scherp ziet. Maar de inktvis heeft het toch ietsje slimmer bekeken. Hij heeft namelijk hier netvlies en daarachter, dus hier, zitten de zenuwcellen. En die lopen dus achter het lichtgevoelige gedeelte. Dus als je vergelijkt met een tv bijvoorbeeld, lopen bij ons de draden voor het beeld langs. En bij een inktvlies lopen de draden achter het beeld langs. Zoals we dat ook werkelijk hebben natuurlijk. Dus zeker niet een perfect oog in ons lichaam. Goed, als we dus die lichtstralen van boven naar beneden gaan. Daarnet gingen ze van links naar rechts, maar hier staan ze van boven naar beneden. Dan gaan ze dus eerst door het glasachtige lichaam, dan door zenuwcellen. En dan komen we ze bij het netvlies aan. En zoals we hier al zien, netvlies bestaat uit staafjes en kegeltjes. En dan komen ze op in het vaatvlies. Hier zitten nog pigmentkorrels bij, maar voor de rest niet zo veel aandacht aan te besteden. Goed. Dus als we naar deze vlinder kijken, dan zal het licht van die vlinder, want ja, ook die vlinder geeft licht, het licht wat weer kaatst van de zon in dit geval. De zon die straalt licht op die vlinder en het licht van die vlinder, zeg maar, het weerkaatste licht, dat komt in ons oog. Daarom zien we die vlinder. Als er geen licht weerkaatst, dan, dan is hij gewoon niet zichtbaar, is ondonker. Dus dit gedeelte weerkaatst heel weinig licht en dit gedeelte weerkaatst heel helder rozig licht. Dus op het moment dat het licht weerkaatst, komt het in het oog, daar wordt het gebundeld en dat komt dan op het netvlies terecht. En in dat netvlies, daar zitten die staafjes en die kegeltjes en hier zien we ze met een elektronenmicroscopische foto. De staafjes, groot, lichtgevoelig voor welk licht dan ook, dus voor alle fotonen, want dat zijn lichtdeeltjes, zijn die staafjes gevoelig. Maar ze maken dus geen onderscheid. Ze maken geen onderscheid tussen rood licht of groen licht of blauw licht. Het maakt ze niet uit, ze reageren sowieso. Kegeltjes maakt dat wel wat uit. Sommige kegeltjes reageren als er groen licht op komt, andere kegeltjes reageren als er rood licht op komt. En de meeste mensen die zien hier een cijfer 5 staan, maar voor sommige mensen staan hier alleen maar stipjes. En die mensen zijn kleurenblind. Hoe komt dat? Ze missen een kegeltje, waardoor het verschil tussen rood en groen voor hun niet zichtbaar is. Dus zij zien hier alleen maar dezelfde kleuren stipjes. Goed, als je naar deze vlinder kijkt, of dit plaatje kijkt, valt je ook op dat die vlinder hier op zijn kop staat. Het principe van iets dat op zijn kop staat, doordat het door het licht door een klein gaatje gaat, bij onze pupil, dat wist men al vrij lang. En hier zien we een camera obscura. Hier kon je mee kijken, dan kon je deze lens richten naar een afbeelding of naar een landschap of zo. En dan kreeg je hier een beeld. Het nadeel was dat het beeld op zijn kop stond. Of je kon als schilder een prachtige schets maken van een omgeving. Je zette gewoon een huisje neer met een klein gaatje. En je had een transparant vel. En je kon eigenlijk gewoon overtekenen wat je zag. Het stond alleen wel op zijn kop. En waarom stond het op zijn kop? Nou, als je hier naar kijkt, dan lijkt me vrij duidelijk. Deze kaars, die zendt licht uit. Het puntje van deze kaars, het puntje van de vlam, die zendt licht uit. Dat gaat in een rechterlijn door dit gat heen. En zal dus hier op deze plaat vallen. Het begin van de vlam, dus waar de lont zit, ja, dat zal ook in een rechterlijn door dit gaatje gaan. Die zal hier vallen. En de onderkant van de kaars ook licht uitstralen. En dat zal dus hier komen. Dus het beeld is op zijn kop geprojecteerd.
En dat is ook in ons oog. Dus lichtstralen van het hoofd van deze dame, die zal door de pupil gaan, door deze kleine opening. Die vrouw is natuurlijk veel groter. En die zal hier aan de andere kant, aan de onderkant van het oog, geprojecteerd worden. De voeten zitten hieronder, maar gaan in een lijn daar naar boven. Dus als ik naar een boom kijk, dan zal in het beeld, met mijn oog, dan zal het beeld in mijn oog zal op zijn kop zijn. Maar ja, we zijn er zo aan gewend, onze hersenen zijn zo goed daarin, die draaien dat gewoon om en daar denk je niet eens bij na. Maar het beeld moet dus wel scherp komen op het netvlies. Dus die lens die moet ervoor zorgen dat die zo scherp is, zo afgesteld is, dat het licht zo gebundeld wordt dat precies hier het scherp is. Daarvoor hebben wij een lens die we kunnen bewegen. Wij kunnen de lens platter maken en boller maken. In je fototoestel kan dat natuurlijk niet. Die lens is van glas. Dus in het fototoestel beweegt die lens naar voren en naar achteren. Maar in ons oog kunnen we die lens van vorm doen veranderen. Dus we maken hem platter en wijder. Hoe doen we dat? We doen dat met lensbandjes. Dus hier heb ik de lens. Die zit met bandjes, lensbandjes, zit die vast aan een spier. En nummer 5. En die spier die kan gewoon samentrekken, zoals hier. Of ontspannen, zoals hier. De spier trekt samen en wordt dus kleiner en dikker en daardoor wordt de lens minder uitgerekt en dus boller. De lens zelf is van nature, zou ik dit doorsnijden en uit je oog halen, bol. Dus dit is uitgerekt, de lens wordt uitgerekt, maar de spier is ontspannen. Nou, dat is in de meeste gevallen zo. De lenzen zorgen ervoor dat het beeld precies hier op het netvlies scherp is. Maar niet iedereen kan dat. Niet iedereen kan dat precies voor elkaar krijgen. Mensen die bijziend zijn, die kunnen dus dichtbij wel zien en ver weg niet. Daarbij komt licht wat van verre afkomt, komt voor het netvlies te liggen. Dus dan krijgen ze een wazig beeld. Die mensen kunnen een holle lens voor hun ogen zetten, door een bril of door contactlenzen. En daardoor worden die lijnen hier iets uit elkaar gehaald, waardoor de lens het hier weer kan bundelen. Maar hij hoeft minder zijn best te doen. Iemand die verziend is, die kan dichtbij dus niet zien, en die neemt dan een bolle lens, waardoor de lijnen iets verder, iets sterker, naar elkaar toe bewogen worden. Goed, en wat je dan krijgt, is dat je niet dit ziet, een wazig beeld, maar dit.